Ja, ons voorzitter, gaan we weer hard werken aan alles opgebouwd. Jullie kunnen er gewoon bij in plaats zijn, gelukkig hoop ik. Dus weer jullie aandacht voor de volgende act, mag ik jullie aandacht voor STD. Carnaval 2013, met tafelheer Ali Bouali, bezoek uit aan de kapsel en smerig lekkers is. Op bezoek de vrouw van de 6e beste manager van Nant van Kuuk, Hansenplas en Steven Tijpels over de social media en Stevensbeek. Nico Dijkzorg met een mooi stukje rij, als afsluiting een prachtige diamant. Dit is Stevensbeek tijd, doei! Welkom dames en heren, met onze tafelheer, tafelgast, Ali B. Wat brengt jou van Stevensbeek? Goedemiddag Matthijs, goedemiddag. Ik hier Stevensbeek, ik werk bij de pizzeria hier in de buurt en ik rij overal heel Stevensbeek met mijn brommetje helemaal door. Hè. Dat breng ik hier Stevensbeek heel door, praten en bestellen. Ik had laatst hier ook een wietboerderij staan, hè. Die was helemaal kapot, ja, helemaal afgebrand tot in een gootje, maar is niks meer te verkrijgen, jongen. Was die wel van jou? Ja, die was van mij. Ik hoorde mensen jou al roepen, ik zei nee, die heeft een hele goede alibi. En ik probeer hier Stevensbeek ook wat wiet te verkopen, maar dat wil maar niet lukken, moet het maar lukken. Dus ik reed daar laatst op de Lactaria weg, naar mijn laatste adresje dat bezorgd hebben. Kom ik zo'n kale man tegen met een kuifje, die reed zijn koord daar. Dus ik ga langs hem rijden en ik vroeg hem of hij nog wiet moest. Weet je wat hij zei tegen mij? Ik ben er bijna, daar bij het Witte Huis. Aan tafel! Nou, Bianca, raammakers, heel leuk dat je er bent. Gezellig. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Ik heb het lekker druk thuis met de koeien en de kinderen en de koeien en Ronald en de koeien en de kapsman en de koeien en de kinderen. Ja, nee. Ja, maar 30 minuten. Hey, maar Bianca, ik las van de zomer in de krant dat Olly Ronald de 6e beste manicure van het land was geworden. Ja, wat land van Kuuk. En ik ben heel trots op die boeken. Viel me wel iets tegen. Wat dan? Nou, wij waren dus uitgenodigd voor de prijsbrenging van de beste melktrekkers van het land van Kuuk. Had onze Ronald weer te diep met zijn neus in het glaasje gekeken. Dus Bianca, dat betekent dat jij neus moest rijden. Ik moest neus rijden. Dus ik stap in die nieuwe auto van ons en ik rijd achteruit die parkeerplaats af. Hij heeft me toch een pulk over het hoofd heen. Een pot schingen. En onze Ronald weer over de rooien. Waarom moet dat toch? Dus ik stel hem gerust door te zeggen dat ik die volgende dag wel naar die band zou gaan. Die had wel een oplossing voor mij. Zo gezegd, zo gedaan, ik ging de volgende dag naar Henry Bent. Toen ik daar aankwam op de verkeerplaats, zag ik Wouter op zijn klunkes die grote garagedeur omhoog takelen. En ik zag Henry al aankomen lopen. Ja, ik zie het al. Lucht in de banden is over de datum, de bougievonkjes zijn op. Ja, die onzin kiet op de deur. Juist. Dus, toen ik Henry had uitgelegd waar ik voor kwam en hij door had dat ik niet de domste was, zei hij mij dat ik het volgende moest doen. Als ik hard genoeg op die uitlaat zou blazen, zou ik die deuken er vanzelf uitploppen. Dus ik was al lang blij dat hij een oplossing had en ik ging gauw naar huis om het uit te proberen. Ik parkeerde die auto thuis en ik wacht rustig tot die uitlaat is afgekoeld. En ik buk op mijn knie en begin te blazen en te blazen. Ik kwam net op dat moment Nout Cornelissen langs op zijn fiets. Hij keek me aan met zijn vunzige ogen en hij vroeg, wat zie jij nou aan doen? Dus ik zeg dat als ik hard genoeg zou blazen, die deuken er wel uit zouden kloppen. Waarop Nout zei, ja, we moeten wel een ramen dicht doen. Inderdaad, die in de hoofd zien verstandig gepraat. Laatst op, kwam ik in het café, was hij daar aan het werk. Of ja, aan het werk. Hij zat natuurlijk een bak moeten drinken, terwijl Marken ervoor zorgde dat de frikandel niet vet aan het planten. Dus ik doe mijn bestelling en ze raken weer in gesprek. Ik zeg, nou jongen, hoe is het met je? Ja, ja, zei hij, nu al wel beter. Ik zeg, nu al wel beter? Met de ziekenwist dan? Ja, zei hij, ik hou me nog last van oranje lul. Oranje lul, zei ik nou. Ja, zei hij, ik ben er zelf voor naar de dokter geweest. Dus ik vertelde vooral aan die dokter, en die dokter kiep me aan, ik weet niet waar, een oranje lul dus.
En die vraagt mij, maar Noot, wat doe je nou voor werk? Is iets speciaals of zo? Ik ben op het moment werkloos. Zegt die dokter. Wat doe je dan in de vrije tijd? Ja, zeg ik, porno kijken en paprika chips eten. Die naam Cornelis, ik wil die ook aannemen. Ik werkte bij pizzeria en laatst had hij op een dag 3 keer pizza's warm besteld. Hè? 3 keer. Op 1 dag? Ja, 3 keer. Nou is wel laat het. Ik zei het wel eens ook, ik zeg nooit, die 3 pizza's op een dag, al die paprika chips, leg jij wel een beetje van een grootste rol. Ja, riep hij, laatst nog. Ik zal op de wc om me heen kijken, ik zeg verrek. Ik zeg goh, let's the roll. Ja, die Nauta is nog aan het. Maar beste Matthijs, ik vond het erg gezellig, maar ik moet helaas zo gaan. Okay. Want die koeien moeten weer gemolken worden. Ja, nee, je hebt het altijd zo druk. Yep. Nou, Bianca, bedankt. Tot morgen. Of nee. Dat was gisteren ook. En dan draai ik nu aan de tafel prins Hans de Tweede. Wat een fantastische prins, dames en heren. Kom zitten. Hey, wil je hier iets doen? Goedenavond. Ja. Gaat erin vast? Goed, ja. Hans, ik heb dezelfde vraag als gisteren. Hoe valt het nou om op het middelpunt van deze carnaval te staan? Nou, perfect. Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Jazeker. Vind je het allemaal volhouden? Ja, nou, tot op heden wel. Kijk, dat hoor ik graag. Nou, Hans, ik had jou een beetje opgezocht op Facebook en op internet. Ik typte in Hans Schreien. Wat kreeg ik? Kapsalon Schreien, inbox meer. Dus wil jij op een kapsalon? Jazeker. Maar die staat niet op Facebook volgens mij. Nou, ga maar eens kijken dan, volgens mij wel. Oh. Maar jij zit nou prins, je hebt een eigen kapsalon, heb je er nog wat tijd voor dan? Ja, dat wordt wel lastiger. Zeker nu het met de kamer gaat, dan wordt het steeds drukker natuurlijk. Dus, ja. Maar ik heb goede vervanging. Ja? Jazeker. Dat had ik ook gehoord. Je had iets heel moois geregeld. Ja. De jakhalzen waren zelfs langs geweest om een kijkje te komen nemen. Wie zei je? De jakhalzen. Ja, die waren er ook, ja. Ja. Frits Kuipers. Ja, die. Nou, als het goed is hebben we hier een filmpje van. Dus. Prins Hans de Tweede! Dank u wel. Bedankt.
Hans, Hans, wacht even. Heb je binnenkort tijd om een stage nog een keer bij te kunnen, jongen? Jazeker. Ik zou het niet aanraden, ik ben er ook geweest. Had je ook zo lang, hè? Oh, Ali, jij werkt ook overal, hè? Ik doe overal werken, hier, begin. Pizzeria Alanya, Boksmeer. Pizzeria Dinaro, Sint-Antonis. Pizzeria Cappadocia, Boksmeer. Pizzeria Cyprus, Overload. Ik werk 7 dagen per week alleen maar pizza bezorgen. Nou Ali, ik kan zeggen dat ik blij ben dat de Marokkaan is hier wel werkt. En nu wil ik graag 2 nieuwe muziek aan tafel vragen. Onze social media expert, Steven Tijpels en Hans Aplast. Hallo jongens. We zitten. Goedenavond Hansja, goedenavond. Goedenavond, zo doe je jongen. Goedenavond, alsjeblieft. Ik weet niet of het goed maakt. Welkom heren, jullie hebben de steeds even in de gaten gehouden. Dat klopt, Matthijs. We hebben hier eventjes, eens even gekeken hoe het er allemaal ging. Even onder de loep genomen. En kwam zeker wel een rare berichtje tegen hier, of niet? Nou, raar is om maar een klein woord ervoor, denk ik. Nou, zeg dat wel. Nou, bijvoorbeeld, die Barry Verstegen, die is ook aan de Facebook gegaan. En al vrij snel had hij een berichtje op Facebook staan over een kratje pils. Had hij een heel verhaal erbij. Was op het werk, was die collega van hem Jansen, was van de steiger gevallen. Kijk kapot! Dus, die uitvoerder zei, ja, de vrouwke van die Jansen, die moet dat wel te weten krijgen. Ja, dus we zegt Barry, ja, ik weet wel wat een vrouwke wordt, ik ga er wel even langs. Ja, is goed hè. Die uitvoerder wachtte en wachtte, want Barry die kwam maar niet terug. Nou, op een gegeven moment kwam je aangelopen, kratje pils in de hand. Zie je uitvoerder, hoe kom je aan een kratje pils? Ja, ik was bij Weduwe Jansen, ik had aangebeld. Ik vraag, ben jij Weduwe Jansen? Nee, zegt de vrouwke. Wel een kratje pils voor wel. Maar die Barry wel mooi van een kratje bierhuis is. Ja, wel mooi kratje pils. Wacht even. Heeft die Barry geen douchie? Volgens mij niet, hè, Ali. Nee. Even wachten hoor, met deze krijg je een WhatsAppje binnen. Even kijken wat het is, hè. Oh. Wacht, Geert, ik stuur het even naar jou, dan kun je het op de bier maar zetten, ja? Dankjewel. Goed bezig, Wil. Ja. Wil ik eigenlijk overal aan? Sneller dan gisteren, jongen, sneller. Zit verbetering in, jongen. Dankjewel, Wil. Hé, maar daar is een flink spannend verhaal. Dan hebben jullie ooit iets anders meegemaakt dan Facebook. Ja, we zien van alles. En we hebben in ieder geval nog iets bijzonders gezien. Bijzonder is het zeker, ja. Die Molo Weigeren bijvoorbeeld, die zijn ook dingen op Facebook. Ik was laatst bij de kapper geweest bij Bianca. En zij er aangekomen bij Bianca, doet ze de schoenen uit en die sokjes gaan uit. Op een gegeven moment trekt ze de broek omlaag. Ja, die broek gaat omlaag. En niet alleen een broekje, ook die slipje gaat omlaag, hè. En Bianca die kijkt er verbaasd van, doe nou de vrouw, wat maakt het toch? Zegt moeder, ja ik heb een doorgehoord dat ik een kutkapper was. Maar aan het Facebook bericht van Marloe te zien is in ieder geval nog allemaal goed gekomen. Nou Marloe, die kunnen beter naar Hans schrijven gaan. Ik kan geen kapsel onderzien. Maar Matthijs, dat van Marloe, dat is nog niks vergeleken met het volgende verhaal. Dat is ook weer iets waar je niet overal mee maakt volgens mij. Nou zeg dat wel. Die Niek Jans, die is nou net als die paar, Theo en Geert, is hij nou ook in leger gegaan. En dat laatst had hij eerste keer bivak gehad. Had hij ook een berichtje op Facebook gezet, maar helemaal dol enthousiast. Kwam hij thuis tegen Lisette. Nou, Lisette, dit en dat. Lisette, ja, wat heb je allemaal geleerd dan afgelopen week? Nou, zegt Niek, ik zal wel eens laten zien. Dus Niek zijn tas in, vat die een granaat, loopt naar buiten, neigt die granaat uit die vijver in. Bam, hup, heel die vijver lucht in. Ja, die zegt, oh mooi, knap voor jou Niek, mooi. Kunnen nog meer? Ja, tuurlijk, ja, de hele week. Dus Niek weer, hup, die tas in, pistool eruit. Zo, binnen het dak, bam, 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 bam. Schiet hij zo, heel zijn naam in het plafond. Ah, die zegt, ja, mooi jongen. Het is alleen wel jammer dat ons Theo er niet meer mee kan maken. Ja. Niet verbaasd, ja. Ja, hoezo dan? Ja, die zegt, ja, steeuw lang naar de bed te slapen. Maar, ik weet zo, ze hebben dus militairen, niet Jans, Geert Jans, die paar. Politie, ik kan ik er zo een paar op noemen.
Hoor ik iets anders? Ja, dat klopt, ja, een beveiliger. Of althans, zover ik moet voorstellen, een beveiliger is die Peter Jacobs. Die Peter Jacobs, ik doe die jongen ook kennen. Ik rijd overal, ik woon in Rotterdam, ik zie hem heel Nederland rijden in zijn vrachtwagentje. Maar weet je wat ergens is? Die lul die doet je nooit voor een geven. Echt, ze zijn ze allemaal bij Wim Hats. Maar die kleine van Peter en Kelly, die Vince. Die had laatst ook Peter ook op Facebook gezet van Vince dat een nieuw jackie had gekregen. En volgens mij vraagt iedereen zich af waar dat nieuwe jack vandaan komt. Maar wij zijn erachter gekomen. Nou, die dag waren wij aan het wandelen bij de kuilen. Komen we op een gegeven moment Vince aan. Tranen en truinen, helemaal mascara uitgelopen bij die Vince. En ik zeg tegen Vince, wat is er aan de hand, man? Ik wist het toch gebeurd. Ja, ons pap die had net allebei de honden verzopen. Ik zeg, nou, dat is toch wel sneu, Vince. Ja, wat moeten we daar aan doen? Ik had ook niet van Peter verwacht. Zegt hij, ja, dat vind ik allemaal niet zo erg, maar ons pap had beloofd dat ik het zou doen. Dus, daarom was goed maken dat je een nieuwe jij. Precies. Slipkeer. Maar ik rijd me laatst toch vaak door de Sint-Jozefstraat en dan stemmen er veel auto's. Dat klopt dat, aan de rechterkant lijkt een heel wagenpark daar bij mensen. Ze hebben er alles, een bus staan, een ingetrapte Peugeot staat er. En dan heb je ook nog die knaloranje Opel Astra. Die wagen van Gert-Jan Benz, weet je wel. Nou, en dat is ook nog zoiets. Gert-Jan was laatst aan de radio aan het luisteren. Hoorde hij dat het A73 een spoorkrijger was gesignaleerd. Dus ja, en Jolanda die rijdt vaker in die auto als Gert-Jan zelf. Die was onderweg naar Venray. Nou, dus Gert-Jan in paniek, hè. Gelijk bellen. Ja, Jolanda neemt natuurlijk gewoon al. Dus ja, Gert-Jan die schreeuwde door die telefoon. Jolanda, dat is een spoorkrijger aan het A73. Ja, Jolanda zegt, maak gewoon niet druk, Gert-Jan, ik zie er wat duizend. En dames en heren, zie je die hem al zien zitten, onze woordkunstenaar, Nico Dijkshoorn. Dames en heren, onze prins van schrijf, roept op onzin en wie kan het leiden? Daar gaat het nou ook niet om. Iedereen die slim is, Let dit daar geweest met hoe je eruit ziet. Al is je linker wat groter dan je rechtertiet. Kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik zeggen. Want, dames en heren, het is carnaval. Deze verhaaltjes verzin ik niet zelf. Ik lees s'avonds gewoon de berichten van Peter Jacobs om 1:30. Hier komt de grootste onzin in voor. Waar ik me dan naar... Wat voorbeelden die jij met zijn vrienden deelde. S'morgens wil ik je voelen. Je met mijn lippen strelen. En je met mijn mond naar binnen zuigen. Heet guts het dan naar binnen. Ja, zo moet koffie zijn. Heel zachtjes kom je s'nachts van naar me toe. Je tast een naakte plekje. Totdat je de ene plek hebt gevonden. Je begint te zuigen. Kutmug. En dan die Marije Jansen. Die was gisteren ook weer eens aangemeld. In de eerste post stond. Goedemorgen Erik, daar sta ik ook niet meer van besteld. Ik las verder en verder tot ik iets las wat ik nu nooit had gezien. Dat vind ik leuk, ging het wel tot over de 10. Ik citeer. Het was een zwoele zomeravond. Haar ogen glitsterden. Ik schoof haar benen uit elkaar en zocht naar haar tepels. Ik was zenuwachtig en opgewonden tegelijk. Ik had me nooit een koe gemolken. Hierbij eindig ik mijn verhaal. En ga me voorbereiden op volgend jaar. Want zo'n grote onzin krijg je in een paar weken niet klaar. Prins Hans en prinses Marianne, een hele fijne carnaval en heb veel plezier. Wellicht zien we jullie nog wel een keer, maar hopelijk weer hier. Prachtig gedaan. En dan hebben we nu, zoals ik al heb gezegd, een diamant voor een afsluiting. Mag ik een groot applaus voor Rihanna!